Leren is nooit mijn sterkste kant geweest. Althans, leraren zeiden van wel. Alleen in mijn eentje thuis studeren ging me echt niet lukken. Mijn manier van leren was luisteren naar voorbeelden in de klas en praten met de docenten. En nu ben ik van school gestuurd en weet ik niet of ik mijn diploma kan halen op de manier hoe ik hem wilde halen. Ik was aanwezig in het schoolgebouw met een stroomstootwapen, een taser. En dat viel buiten de huisregels van school. Ik had het niet bij me om mensen te verwonden of een gevaar te zijn op school. En niet om mensen in shock te brengen. Maar omdat ik bang was. Ik werd achtervolgd door een onbekende man die zei dat hij me dood wil hebben. Waarom? Misschien had hij een kutdag. Misschien een psychose. Of het was voor hem gewoon een leuke grap. Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik anoniem ben getipt aan de politie. Van school ben gestuurd. Mijn vriendin bang heb gemaakt door het verliezen van onze vrijheid. Mijn vader heb teleurgesteld. En mijn angst heb laten overwinnen. Nu word ik gezien als een gevaar. Door school, door de politie, door de mensen om mij heen. Maar ik ben helemaal geen gevaar. Ik help altijd iedereen en zoek altijd naar een oplossing. Alleen was dit absoluut niet de goede oplossing. Het zorgt alleen maar voor meer problemen. Als ik er nu op terugkijk, had ik beter bij de politie een melding kunnen doen. Ook al had ik van de dader geen informatie. Een wapen dragen is nooit de oplossing wanneer je op zoek bent naar veiligheid. Eindstand ben ik nu een slachtoffer van mijn eigen actie. Terwijl ik weet dat ik het anders had kunnen oplossen. Leren is nooit mijn sterkste kant geweest. Maar deze les zal ik nooit vergeten.